Daarnet hebben we gezien hoe we een elektroscoop kunnen laden door aanraking. Nu gaan we een tweede methode zien om de elektroscoop te gaan opladen. Wij gaan de elektroscoop een lading geven door wat men noemt inductie. Ik ga mijn PVC-buis gaan aanwrijven met een wollen doek. En ik breng die buis in de nabijheid van mijn elektroscoop, zonder de elektroscoop aan te raken. In een tweede fase ga ik een geleidende verbinding gaan vormen met de aarde. Dan neem ik de geleidende verbinding weg en dan neem ik de staaf weg. En ik merk opnieuw dat mijn elektroscoop geladen is. De vraag is natuurlijk, welke lading heeft mijn elektroscoop nu?